is veel kritiek op Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Zij zegt dat Oekraïne wel versneld lid kan worden van de EU. Wat denkt u? Daar is geen aanleiding toe. Even los van de verschrikkelijke oorlog die er is, dat buiten kijf. Maar toetreding tot de EU is een ander chapiter. Hè? Nou ja, in principe als al de voorwaarden voldoen, mogen ze van mij toetreden, ja. Maar ik geloof dat dat nog een heel probleem is. Nou, het is absoluut niet realistisch dat Oekraïne heel snel lid gaat worden van de Europese Unie. Eerst moeten de lidstaten besluiten of Oekraïne überhaupt kandidaat mag worden. En daarna moet het land aan heel veel criteria voldoen. En ook voordat ze echt lid kunnen worden, moeten ze al die EU-regels, en dat zijn een heleboel, moeten ze ook allemaal alvast in werking hebben. Zodat je, als je dan lid bent, eigenlijk op hetzelfde niveau als de andere landen kunt meedoen. Nou, dan hebben we het zo over een proces wat minstens 10 jaar kan duren. Natuurlijk is het goed om op termijn na te denken, dus dat Oekraïne kan toetreden tot de EU. Dat is een probleem. Maar ik ben het wel met Rutte eens dat het wel gefaseerd moet gebeuren, gewoon zoals het hoort. Er zijn nog genoeg puntjes, even los van de oorlog, waaraan Oekraïne zou moeten voldoen, willen ze kunnen toetreden. Er zijn gewoon bepaalde eisen om toe te treden aan de Europese Unie. Als ze daar niet aan voldoen, is dit dan het moment om toe te treden? Ik zou denk ik zelf eerder zeggen, los de situatie op dit moment op. Kijk dan waar we dan staan. Maar het voelt een beetje als een pity toetreding, om het dan zo te zeggen. Mevrouw von der Leyen die praat heel vaak voor de beurt. En ook in dit geval is zij een beetje haantje de voorste. Ze mag het wel vinden, maar nu even niet in het openbaar. Want dit gaat echt irriteren bij de Russen. Praat commissievoorzitter von der Leyen voor haar beurt? Nou ja, in zekere zin wel, want de lidstaten hebben eigenlijk altijd het laatste woord in dit proces. Zij beslissen of Oekraïne kandidaat mag worden. Zij beslissen of Oekraïne ooit kan toetreden tot de Europese Unie. En wat zij nu heel erg doet, is ook Oekraïne valse hoop bieden. Want zij voert de druk ontzettend op. En met name richting die lidstaten. En er zijn behoorlijk wat lidstaten die Oekraïne voorlopig helemaal niet bij het landenblok willen zien horen. Dat is nu sowieso wel lastig, want het land is in oorlog. Maar ook in de toekomst daar nog bedenkingen bij hebben. En daar zit onder andere Nederland bij. Nederland is daar erg kritisch over. En doordat von der Leyen heel erg gebruik maakt ook van het momentum van die oorlog, voert ze heel erg die druk op. En wat zij nu moet doen is gewoon met een neutrale blik een advies uitbrengen naar de lidstaten. Ik denk dat het ook een stukje politiek is om tegen Poetin toch wel wat in het verweer te komen, denk ik. Ja. Als ze sneller toetreden, dan zal hij... Het kan goed werken, maar het kan ook slecht werken natuurlijk. Dat hij nog strenger wordt en nog meer oorlogsmisdaden doet.